Op dit speelpleintje in Tilburg aan de Wassenaarlaan, vlakbij basisschool De Triangel, werd vorig jaar op donderdagmiddag 19 december om 5:00 al vuurwerk afgestoken. Het wordt naar een vrouw gegooid en dan gaat het mis. Haar oog wordt geraakt. Nu, een jaar later, is ze nog steeds bijna blind aan één oog. Het is nog maar de vraag of dat het ooit goed komt. En dat gebeurde door een groepje jongens van 11, 12 jaar. 4 of 5 blanke jongens waarvan er 1 rood haar had. De vrouw hoorde de jongens wel iets naar haar roepen. En nadat ze geraakt was door het vuurwerk hoorde ze: "Hey, Maaskantje." Nou is dat een detail, maar dit soort details kunnen net de doorslag geven. Ondanks intensief onderzoek zijn de verantwoordelijke jongens nog niet gevonden. Voor de vrouw is het erg belangrijk te weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Misschien weten die jonge jongens niet eens wat de gevolgen zijn geweest van het gooien van dat ene stuk vuurwerk. Maar als je nu kijkt en je realiseert je nu wat er uiteindelijk gebeurd is, dan is dit je kans. Blijf daar niet mee lopen en neem contact met ons op. Jongeren uit de buurt, deel je informatie. Weet jij wie er vuurwerk afstak op die donderdag voor de kerstvakantie in de buurt van de Wassenaarlaan in Tilburg? 0800 60 70. Anoniem tippen op 0800 7000. Of kijk op Facebook of onze site.